Hallo dames en heren, vet dat jullie weer kijken naar een splitsplinter nieuwe video. En vandaag ga ik weer een nieuwe video starten. En dat betekent dus dat ik dus de Phil Army ga gebruiken. Trouwens, deze video is niet van mij. Dus het link staat in de beschrijving. En dan kunnen jullie die even checken, want het is niet van mij. Dus ik moet wel een linkje neerzetten. En ja, leuk dat jullie allemaal kijken. Ik zie jullie weer na de intro. Ja hoor, we gaan vandaag beginnen met de beste Phils of the week. Ik kan niet zo heel goed Engels horen jullie al. Ik ga gewoon even een beetje kijken hoe leuk en wat. Dus we hebben 6 minuten, hebben we content van mij. In 7 minuten of zo. What the fuck? Weet je wat het grappige is? Dat er gewoon een drone, zo'n klein droontje. Dat hij dan gewoon, dat is best wel gevaarlijk eigenlijk als je dat zo ziet. Maar ja, het ziet er wel grappig uit, want ze gilt heel raar en zo, dus. Dat wil ik ook kunnen. Dat wil ik ook kunnen, mensen, dat is super cool. Daar gaat je pansoep naar de tering, of wat het ook was. Oh shit! For God's sake! For God's sake, how many times will I tell you, Bobby, that the felt is coming? Ja, maar je kan wel douchen, weet je. Dus ik vind het wel nice. Ik zou er gewoon onder staan, zo. Oh. Lekker douchen, weet je. Ja, dat doe ik gewoon, weet je. Ik zie het als een soort van delicatesse wat er uit het plafond komt, weet je. Loose, everywhere. Oh my god. The ceiling! The bloody ceiling! It's falling down! Heel het plafond naar de tering. What the fuck? What the fuck? Kijk, als er water op je plafond komt, dan kan je plafond dat niet zo heel goed aan. En dan valt er dus een heel plafond. Ja. Echt niet normaal. Oh. De... Oh. Oh. Oh my god. Oh. Oh, dat doet zo fucking veel pijn. Ik zou gelijk janken, echt waar. 3, 2, 1. Katja. Oh, straight in the floor. Oh, wat erg. Oh, nice. Nice. Oh, nou gaat hij iets raars doen. Dan gaat het zo van, yes, ik heb het gedaan, yes, dat is fijn. En dan gaat hij zo'n koprol of een hand, hoe noem je zo'n ding, een achteruitzalte maken. En dan gaat het toch weer fout, weet je, dus. That's a good one, please. Come on, get him wet. What the fuck? Moet je die tanden zien? Dat is echt super raar. Oh, wat eng. Oh. Vroeger heb ik dat ook gedaan met die fietsen, hè. Dat was zeg maar, dat is daar achter ergens, daar zo. En dan kan je gewoon fietsen en shit. En daar deed ik dus al die hobbels, ging ik zo erop. Ik heb eigenlijk nog nooit een fail gehad dat ik gevallen ben of zo. Maar dat kon wel gebeuren. Oh, die gaat tegen iemand aan, dat weet ik zeker. Of niet? Dag snowboard, dag, ren jij maar erachteraan, doei doei. Oh my god hoor. Zo, sterke boy hoor, moet je kijken. Oh.
Oké, één tip. Als je gaat sporten, doe dan gewoon het gewicht wat je aan kan. Want anders gebeurt er dat. En dan sta je nog meer voor lul. Ja. Holy guacamole. No one dead. Oh, die heb ik ook op stage. En dat is zo'n super vet ding. Dat ding, hè, dat is zo vet. Cock it. Wait. There you go. Oh, mooi bed. Bam, weet je wel. Kijk. Hold. Wedden? Oeh. Figlio, don Bullo. What the fuck? Dan ben je zo fucked, hè? Oh, het is allemaal... Het is echt allemaal net goed gegaan, hè? Maar als dat niet goed ging, hè? Oh, yo. Oh nee, maar hij heeft fucking veel pijn, ik zweer je. Die mevrouw gaat ook wat geks doen, denk ik. Je hoort die man, hoor je ze ook zo. Oh, dat heb ik ook in mijn kamer staan. Oh nee, zo moet je niet iemand pranken, ik zweer dat doet pijn. Oh nee! Zit hij nou in zijn... Nooit kloten met vuurwerk. Luister alsjeblieft. Nooit kloten met vuurwerk. Het kan echt gevaarlijk zijn. Mijn vader is orthopeed en die zegt altijd, ja, roken is slecht en dit en dat, er kan dat gebeuren. Zou ik een filmpje laten zien? Of vuurwerk moet je niet, moet je zoveel afstand houden. Maar je moet, vuurwerk is gevaarlijk, mensen. Serieus. Kijk. Oh, dat is wel vet. Dat wil ik ook wel een beetje kunnen. Maar steken ze nou alles in de fik? Steken zij nou gewoon alles in de fik? Dan ben je... Ja, eigen schuld. Echt eigen schuld. Want wat hij doet is echt super dom. Dat moet je echt nooit doen. Kijk dit, jongen. What the fuck? What the fuck was that? John, what the fuck was that? Oh, fuck, watch out for that. Colin! Oh, fucking dumb. Dat is fucking knap. Als je gewoon die camera vrouw hoorde ik, want ik hoorde een vrouw gilletje zo. Ah, dat je die dan kan raken, dat is echt zwaar. Dit is wel iets wat je echt wel moet kunnen, zeg maar. Dan is een hond zo, zo blij dat hij naar je toe komt. En dan boem, knalt hij zo tegen de camera aan. Het is echt. Echt niet te filmen. Dit is ook zo'n sprekwee, geloof ik. Look at him, mom. Oh ja, ja. Zag je dat? Hij viel gewoon boem. En er kwam een schilderij, boem. Bewusteloos. What the fuck, jongens. Dit was echt super leuk om te maken, video. Als jullie hier meer van willen zien, doe dan even dat duimpje omhoog. Laten we de 30 duimpjes halen. Dat zou ik echt super vet vinden. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben. Als jullie het leuk vonden, plaats een leuke reactie. En ja, wat willen jullie meer van dit zien? Of wat willen jullie allemaal zien?
En ja, abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Want we gaan gewoon voor de 700 abonnees. Ik weet dat we het kunnen halen. En ja, plaats alles. Weet je, praat een beetje met je vrienden dat ik besta, PrinTV. En dan zie ik jullie bazen. Zie ik weer. Later. Doei doei. Mensjes. Doei.